De Bodegraafse Nienke Zaal woont al 3 jaar in Letland. Daar is ze bezig met het opzetten van een tehuis voor vrouwen. Ze is eventjes een poosje bij haar familie in Bodegraven en daarom konden we haar interviewen. Hoe ben je in Letland terechtgekomen? Toen ik 18 was, wilde ik graag naar de kibboets. En dat hebben mijn ouders toen niet goed gevonden. Maar op dat moment heb ik wel de belofte aan God gegeven dat ik ooit ergens heen zou gaan waar hij me wilde hebben. Maar er was altijd een reden om niet te gaan. En toen ik bijna 50 werd, dacht ik, ik heb nog nooit gedaan wat ik beloofd heb. En uiteindelijk ben ik voor een half jaar in Letland terechtgekomen om daar bij een plaatselijke kerk wat hulp en spandienst te verrichten. En dat is het begin geweest van het grotere avontuur. En bij welke kerk heb je die belofte gedaan, zeg maar? Ik ben, toen ik nog in Nederland woonde, een lid geweest van Christengemeente Elim in Reewijk. Dat is een van de kerken die valt onder Nieuw Frontiers. En Nieuw Frontiers is een wereldwijde familie van kerken. En de kerk waar ik nu zit in Letland is ook een van de Nieuw Frontierskerken. En deze kerk heet de Vadershuis. Okay. En wat heb je daarvoor gedaan, tot je 50ste? Dat is leuk en dan weet iedereen gelijk hoe oud ik ben. Dat ben ik niet zo slim. Ik heb heel veel gedaan. Ik ben begonnen als administratief medewerkster. Vervolgens heb ik jaren in de verkoop gezeten. Daarna ben ik omgeschoold toen ik 38 was. En ik heb een beetje social work gedaan, zeg maar. Ik heb op een schippersinternaat gewerkt. En daarnaast heb ik gewerkt bij gezinnen die kinderen hadden met een groot leerachterstand en echt gedragsproblemen om te kijken of ze toch thuis konden blijven wonen. En ik heb veel jongeren begeleid op het gebied van zelfstandig wonen. Dus die opleiding kun je nu eigenlijk goed gebruiken, denk ik? Ja. Want wat doe je daar nu precies in Letland? Toen ik daar net aankwam, ben ik vooral bezig geweest met gesprekken met vrouwen en veel met jongerenwerk. En daarnaast ben ik nu vooral ook actief bezig met opzetten van kidsparties. 1 keer per 2 maanden. Dat is open voor alle kinderen uit het dorp. En er komen steeds meer kinderen. Dus het is echt mooi om te zien hoe dat groeit. Kledingdagen organiseren we. En kleding wordt via Nederland aangeleverd. Het is echt geweldig om te zien hoe mensen daar hun hart ook ingeven. Om te zorgen dat de mensen in Letland ondersteund worden op die manier. Daarnaast heb ik heel veel meidenmeetingen in mijn huis en ik discipel een aantal jonge meiden. En op dit moment woont ook een van de laatste jonge vrouwen bij mij in huis. Of, hoe kwam je daar, zeg maar? Kom je dan binnen, heb je dan gelijk al een huis? Of moet je dan eerst nog een huis zoeken? Of hoe gaat dat? Nee, dat is denk ik wel heel bijzonder als ik terugkijk. Ik ben daar nu dus voor de tweede keer, de eerste keer voor een half jaar, zoals ik eerder zei. En op dat moment dat ze wisten wanneer ik zou komen, zijn ze gaan zoeken voor een flat. En er stond er precies eentje vrij in een flatgebouw wat ze eigenlijk ook graag wilden. Heel dicht in het centrum, dicht bij de winkels, dicht bij het busstation en dergelijke. En nu ik daar voor de langere tijd terugkwam, had ik aangegeven dat ik een grotere flat wilde. Omdat ik het ook, ik wil ruimte hebben om mensen te kunnen ontvangen en ook logees te kunnen hebben. En eigenlijk heel bijzonder, ik had daar een gebied gezien waarvan ik zei, oh, daar zou ik best willen wonen, maar het is een beetje ver van het dorp. En daar stond precies de flat. Dus daar woon ik nu bijna 3 jaar. En hoe word jij onderhouden, zeg maar? Waar leef je van? Ik ben heel dankbaar. Ik heb gelukkig een hele mooie achterban achter mij staan die geloven in hetgeen wat ik daar mag doen. En familie, vrienden, ook mijn plaatselijke kerk hier in Reewijk. Daarnaast ook andere kerken en organisaties ondersteunen mij tot nu toe. Oké, en over dat huis wat je vertelde, kan je daar iets meer van vertellen? Want heb je nu bijvoorbeeld ook al vrouwen ergens die je onderdak moet verlenen? Of? Eigenlijk vanaf het begin dat ik daar ben, is er altijd wel een logeerkamer geweest voor jonge vrouwen als ze tijdelijk even niet thuis konden zijn, door welke reden dan ook. En zoals ik net zei, een van de jonge vrouwen woont nu ook sinds 2 maanden bij mij. En eigenlijk 1,5 jaar geleden is wel een droom steeds meer tot leven gekomen. En die droom is niet alleen maar een droom, maar ook een grote nood. Wat ik eigenlijk wel gezien heb, is dat met name de jonge vrouwen in Letland heel kwetsbaar zijn. Ze hebben geen voorbeeld voorgeleefd gekregen hoe het is om je leven gestalte te geven. Er zijn veel gebroken gezinnen. Alcohol is een groot probleem in Letland. Werkeloosheid is een groot probleem. En eigenlijk zie je dat een groot troosteloosheid en weinig hoop voor de toekomst. En ik geloof wel in hoop voor de toekomst. En als je dan ziet dat met name de jonge vrouwen die uit een crisiscentrum vandaan komen, gewoon zomaar op straat staan en in verkeerde relaties stappen omdat ze gewoon geen woonplek hebben,
niet weten hoe het is om vrouw te zijn. Niet weten hoe het is om je leven verder inhoud te geven. Sommigen helaas ook die in de prostitutie belanden, omdat mensen ook wel weten wie de kwetsbare vrouwen zijn. En van daaruit is eigenlijk het verlangen ontstaan om licht in de duisternis te gaan laten schijnen, zeg maar, door een huis op te kunnen zetten waar 6 kwetsbare jonge vrouwen tijdelijk kunnen wonen. Ja. En dat huis is dan van de kerk waar je bij zit? We hebben een stichting opgezet nu. En die stichting is sinds 2 weken. Die heet in het Lets Seriba D.U.V. Ik kan het bijna zelf niet uitspreken. En ze betekent hoop voor lijf. En dat ook omdat dat echt hetgeen is wat ik geloof en waar ik achter sta. En we vallen wel onder het hoedje van de gemeente, van de christelijke gemeente. Maar het is wel een op zichzelf staande stichting. Dus het is geen particulier van jou. Als jij weggaat, is dat huis er ook nog, zeg maar. Dat hopen we wel, ja. Ja. En kan je misschien iets vertellen over Letland? Hè? Ik heb ook even gekeken. Ik zag ja, in 1991 is het bij Rusland vandaan gekomen. Kun je daar iets meer over vertellen, over wat ze allemaal gaan doen? En hoe het land eruit ziet misschien? Ja, het land op zich is echt een geweldig mooi land. En ik denk dat dat helaas nog steeds onderbelicht is. Als je het hebt over mooie vakantielanden, dan raad ik iedereen aan om zeker een keer ook naar Letland te komen. Letland is 1,5 keer zo groot als Nederland. Heel veel meren, heel bosrijk, prachtige mensen. Helaas ook mensen waar wel je nog de gebrokenheid en de verslagenheid ziet. Maar het is een land wat zeker in ontwikkeling is. En dankzij de steun van de EU zie je ook dat er steeds meer dingen zich kunnen ontwikkelen. Bij ons in Smiltena zelf staat bijvoorbeeld een prachtig mooie kindergarten. En als je het ziet, nou, dan zou het zeker in Nederland ook niet meer staan. Okay. Je vertelde, de stichting bestaat nu 14 dagen. Ja. Wat zijn de plannen verder? Ja, de stichting is eigenlijk opgezet met als hoofddoel, zeg maar, om een huis te kunnen openen voor 6 jonge kwetsbare vrouwen. En de bedoeling van de opvang is dat ze daar tijdelijk kunnen wonen om in de eerste plaats te herstellen van de gezinssituatie waar ze uitkomen. Daarnaast vooral ook om ze te helpen ontwikkelen als vrouw zijn en ze te helpen op alle levensgebieden wat voor ons zo normaal is, maar zoals hygiëne, hoe ga je om met geld, hoe ga je om met relaties en wie ben je eigenlijk? En ik denk dat dat een van de hoofdredenen is. Wie ben jij en wie mag jij zijn? En we hopen dat binnen 2 jaar, want het is voor maximaal 2 jaar, dat ze binnen die 2 jaar eigenlijk door de omgeving, waarin ze vooral ook heel veel liefde en bemoediging zullen ervaren, dat ze in staat zijn om hun leven op een gezondere manier inhoud te geven. En dat ook meenemen de maatschappij en daarmee ook andere vrouwen verder kunnen helpen. En hoe is de educatie, zeg maar, nu, zeg maar, bij die vrouwen? Zijn ze geëmancipeerd of hoe is dat in Letland? Ik denk een beetje zoals overal in de Oostbloklanden. In die hoek dat de vrouwen heel sterk zijn. Met name omdat ze dat moesten. Omdat veel mannen natuurlijk weg waren in de tijd van het Russische regime. En dat sterke van de vrouwen, dat is zichtbaar ook in de jongere vrouwen. Maar eigenlijk zijn ze helemaal niet sterk. Dat is het buitenkantje. En ze willen heel graag meetellen in de maatschappij. Alleen als je kijkt naar het zakenleven, ik geloof dat echt 50% van de directeuren is vrouw als het niet meer is. Managers zijn bijna allemaal vrouw. Alle directeuren die je kent in Smiltena zijn bijna vrouw. Oh. Nou, dat is wel een stukje anders dan dat we hier in Nederland zien. Kunnen wij nog wat van leren? En wanneer denk je dat het huis er is? Want je bent nu nog geld aan het inzamelen, denk ik. Nou, zoals ik net zei, de stichting is net een feit. En we hebben veel geld nodig. En het geld is er in de eerste plaats om een stuk land aan te kunnen schaffen. En op dat land willen we dan het huis gaan bouwen. En het zal een huis zijn echt met een groot hart in het midden. En een centrale woonkeuken waarin gewoon heel veel activiteiten ook kunnen plaatsvinden. En daarnaast zal er een stuk woongedeelte voor mijzelf zijn. Zodat ik daar wel heel dichtbij ben, maar ook wel mijn eigen woonruimte heb. En ons verlangen is om een groot stuk land aan te kunnen schaffen. Zodat we ook een groente- en moestuin aan kunnen leggen. Zodat we in ons eigen onderhoud deels kunnen voorzien. En daarnaast is er ook wel visie om 2 vakantiehuisjes neer te zetten. Want zoals ik zei, Letland is gewoon een prachtig land. En het dient 2 heren op dat moment. We kunnen de mensen laten zien hoe mooi het land is en hun daarvan kunnen laten genieten. En tevens degene die in een vakantiehuisje komen zitten, die moeten daar natuurlijk ook wel wat voor betalen. En dat geld komt dan weer terug in de stichting. Ja. En hoe zie je de leiding in dat huis? Doe jij dat alleen of ga je hulptroepen inroepen? Of? Nou, het zou natuurlijk prachtig zijn als ik zo multitasken was, maar dat ben ik niet en dat zou ook niet gezond zijn. Tot nu toe ben ik wel de drijvende kracht en dat zal ik ook zeker blijven.
Maar we zijn heel erg op zoek naar een team wat zich beschikbaar wil stellen. En vrijwilligers zijn sowieso altijd welkom. En mijn droom en verlangen is wel dat het vooral Letse vrouwen zijn die in het team aanschuiven. Ja. Omdat het in Letland is en dat ik erg graag wil dat het door Letse vrouwen gedragen kan worden. En hoe doe je dat met de taal? Praat jij ook Lets of spreek je die taal? Het is altijd de leukste vraag. Ik versta het en dat vind ik al heel wat, maar het is een verschrikkelijk moeilijke taal. En daarnaast ben ik Nederlands, dus ik denk nog in het Nederlands. Dan moet ik het eerst naar het Engels vertalen en vanuit Engels naar het Lets. Dus het heeft ook nog een extra barrière. Maar dankzij de jonge vrouw die nu bij mij in huis woont, dankzij Annette, leer ik ook wel steeds meer Lets. En tot nu toe gaat zij heel vaak mee met vertalingen. Ja, ja, Annette woonde, je vertelde net, Annette woont bij jou. En ja, zij is ook jouw translator, zeg maar, over talen. Ja. Je hebt haar ook meegenomen naar Nederland. Ja, ze is hier voor 2,5 week bij mij. En ze logeert ook bij mijn moeder. Dat is echt heel gezellig. Okay. Annette, kan je misschien even in beeld komen? Kun je wat zeggen tegen Bodegravers en Reeuwijkers? Can you say something to the people here? Can you say hello? Hi. Do you like it in Holland? Yes, of course. Ja. En hoe zie je de toekomst voor jezelf? Hoe lang blijf je daar? Wil je er altijd blijven? Nou, dat is wel heel bijzonder als ik daarop terugkijk. Ik heb altijd gezegd dat ik voor niets niemand Bodegraven zou verlaten. En nu woon ik daar dus inmiddels bijna 3 jaar. En ik ben daarheen gegaan met open deur. Ik weet niet hoe lang God mij daar wil hebben. En wat de bedoeling is voor de rest van mijn leven, dat weet ik nog steeds niet. Alleen het hier en nu is duidelijk dat ik daar bezig ben om een huis op te zetten en nog steeds de plaatselijke kerk te ondersteunen. Dus of dat 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, ik heb geen idee. Zolang het nodig is, ben ik daar. Het is mijn thuis. Okay. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En je bent nu even in Nederland. Misschien kun je dat nog toelichten, waarom? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk mijn familie en mijn vrienden hier in Nederland. En het is fijn om er toch wel 2 keer per jaar over te kunnen komen om ze weer te zien. En deze keer was heel bijzonder, omdat mijn jongere zus vandaag 50 geworden is. En daar wilde ik wel heel graag bij zijn. En daarnaast wilde ik ook graag presentaties geven om te vertellen hoe het met mijn leven en werk in Letland is. Ja. Je hebt een presentatie gegeven in de Ark, begreep ik, hè? Ja, was leuk. Was goed bezocht. En ja, als ik daar sta, ik ben niet zo'n spreker, maar als ik daar sta, dan merk ik dat mijn hart spreekt en die boodschap komt over. Ja. En je hebt fantastische dia's die we nu ook tijdens dit gesprek zien. Fantastisch. Nou, heel erg bedankt voor je interview en heel veel succes. Dank je wel.